Ik wil graag beginnen met iets wat mij is overkomen naar aanleiding van het laatste boek waarover men niet spreekt. Vijfde druk. Ik word overal gevraagd om lezingen te geven. Dat op zich is niet zo merkwaardig, denk ik, maar wel, ik heb er verleden jaar 169 gegeven. Dat is ontzettend veel. Mijn vrouw is er niet altijd blij om, omdat je veel weg bent. Maar waarom zeg ik dat? Omdat als je 169 lezingen hebt gegeven voor iedereen, ik bedoel daarmee voor de gewone politieagent, voor de verpleegster, voor de rechter, voor de arts in Molenbeek, voor een protestantse club, voor een literaire club, voor inlichtingendiensten, noem maar op, dan weet je, een aantal dingen zitten goed. Dan is het antwoord waarom haten ze ons eigenlijk vrij duidelijk. Ze haten ons omdat wij in een ander soort samenleving zitten en omdat hun religie zegt dat het de beste religie is. Dus dat is sowieso voor de moslim. En u kunt zich afvragen, weet elke moslim dat? Natuurlijk weet niet elke moslim dat. Maar zoals wij bij de geboorte, bij wijze van spreken, een rooster over het hoofd hebben getrokken gekregen. Een rooster dat christelijk is, humanistisch, een beetje joods, wat Romeins recht. Dat soort dingen die meegegeven worden met onze opvoeding, zonder dat wij dat expressies verbis horen. Zo is dat bij de moslim natuurlijk ook het geval. En ik geef u het voorbeeld van een aantal psychiaters die ik ken, niet alleen bij ons in België, maar ook in het buitenland, die als diagnose stellen bij veel moslims die bij hen komen, en het staat ook in een boek dat ik met mijn zoon Sam heb gepubliceerd over de islam, die psychiaters zeggen dat veel van de ziektebeelden die zij onder handen krijgen, te maken hebben met schizofrenie. En dat verwondert mij niet, en dat is iets wat eigenlijk veel te weinig in acht wordt genomen. Hun wordt eigenlijk gezegd, impliciet, dus nooit expliciet, niet expressis verbis, islam is de beste religie, is de laatste religie, enzovoort, enzovoort. Dus zij worden in een soort superioriteitsgevoel opgevoed. En dan komen zij in het Westen, en u weet wat er dan gebeurt. In het Westen zijn zij niet de beste. En hoe komt dat? Dat is ook een verhaal apart, wat ik zelden eigenlijk lees, want ik heb ook 35 jaar ben ik werkzaam geweest in onderwijs. En in onderwijs werden wij altijd geconfronteerd met dezelfde dingen. Hoe komt het dat die mensen, en daarmee bedoelt men meestal, al sprak men het woord niet uit, want een lerarenkamer find hurt mit, met de staatspedagogie van het multiculturalisme durft men dat niet te zeggen. Maar uiteindelijk zei men altijd onder elkaar, waarom komen die moslims niet mee? 17 jaar geleden ben ik eraan begonnen. Ik dacht, hoe kan dat? Ik sta ook in het onderwijs. Ik ontmoet veel Marokkanen, Turken, Afghanen, Oezbeken. Ik heb tussen hen gewoond, 2 keer. 1 keer vrij lang zelfs. En je ziet altijd dezelfde patronen opduiken. Dit maar heel even naar aanleiding van die 169 lezingen waar ik altijd opnieuw dezelfde verhalen hoorde. Ook van leerkrachten die zeiden, wij doen alles wat we kunnen. En u mag van mij aannemen, ik ben een aantal jaren adviseur geweest van de minister wat dat soort dingen ook betreft. En ik kan u zeggen, als je in de school komt, zie je altijd dezelfde dingen. En altijd dezelfde oplossingen. En heel kort gezegd komt het erop neer, we zullen islam bestrijden, tussen aanhalingstekens, met nog meer islam. Dat is een beetje de algemene gedachte. Dus 169 lezingen. Die mensen moest je niet overtuigen. Dat waren, zoals men in de antropologie dat noemt, mensen uit het veld. De gewone agent, de gewone leerkracht. Aan die mensen zou ik nooit moeten hebben gevraagd waarom haten ze ons, want zij wisten dat natuurlijk zeer goed waarom dat was. Dus nogmaals, hun wordt gezegd, wij zijn de beste. Zij komen in het Westen en zij zijn niet de beste. 2, als je de straat op gaat, en sociologen over wie ik geen erg hoge dunk heb. Sociologen zouden zich eens moeten bezighouden met de straat op te gaan en bijvoorbeeld eens gewoon te vragen aan iedereen, als men het durft te uiten, waarom haten ze ons? Dan weet men bijna 100% zeker dat men het niet zal hebben over boeddhisten, of over zevende dag adventisten, of over taoïsten. Men weet dan zeer goed waarover het gaat. 169 lezingen, de mensen weten waarover het gaat, de politiek doet alsof het niet weet. Ik ben een ongelooflijke fan en aanhanger van de filosoof Schopenhauer, over wie ik wel wat heb gepubliceerd nu en dan. En Schopenhauer had, misschien heb ik het van hem gekregen, weinig vertrouwen in abstracte kennis. Hij heeft dat ooit eens, ik heb het hier opgeschreven,
Volgens deze aanspecimist heb ik hier geschreven, verhielden begrippen zich tot concrete gegevens als de emissie van bankbiljetten tot het goud in de bank dat hun waarde ondersteunt. En dat is denk ik een waar woord. De realiteit wordt ondergesneept door theorie, door ideologie, door mandras en door riedels die met de werkelijkheid eigenlijk niets van doen hebben. De abstracties van Schopenhauer. En de meeste mensen, academici die Arabistiek gaan studeren of Islamologie studeren, vertrekken altijd of bijna altijd van die Arabistiek en van die theorieën die ze daar opgelepeld krijgen. Bij mij is het andersom gegaan. Ik werd geconfronteerd in mijn buurt en in de scholen waar ik kwam. En ik kwam in zeer veel scholen, zowel algemeen onderwijs, technisch onderwijs, beroepsonderwijs enzovoort. Werd ik geconfronteerd met dezelfde problemen. Bij mij riepen de gedachten op, hoe kan ik dat verklaren? Ik ben iemand die graag aan wetenschap doet. Wiskunde is mijn lievelingsvak. En dan dacht ik, ja, hoe ga ik dat verklaren? Dus ik begon een studie 17 jaar geleden van de islam. Ondertussen heb ik een heel grote bibliotheek en ik denk dat er weinig is dat ik niet zal hebben gelezen in verband of over of wat dan ook met de islam. Dus mijn weg is andersom gegaan. Ik ben niet van de theorie begonnen, maar ik ben van de praktijk begonnen en ik heb de theorie gevonden die daarbij past. Moslims die niet mee kunnen in onderwijs en die daardoor mislukken in de samenleving, om dat te verklaren en om dat ingang te doen vinden. En toen ik in onderwijs rondliep, dacht ik, ja, als ik sprak met die kerels, eigenlijk interesseert die wiskunde en de geschiedenis interesseert hun eigenlijk niet. En ook dat is weer dat rooster dat over het hoofd is getrokken. Waarom? Omdat in de Koran alles is voorbeschikt, Allah weet het, Allah kan de wereld elke seconde veranderen. Om daar natuurwetenschap in te integreren is vrij moeilijk. En dat rooster, dat anticulturele rooster zou je zeggen, hebben zij totaal geïnterioriseerd. Ze zitten daar ook vrij lusteloos en moedeloos bij als het wordt gegeven, of ze worden heel vervelend en brutaal, wat ook bekend is. Nu, dat soort idee dat wij hebben, wat ik noem met een begrip van Spinoza, de libido sciendi, de wil om te weten waaruit onze wetenschap is ontstaan, wel nu, die wil om te weten hebben zij eigenlijk niet. Want zij weten eigenlijk alles en alles is voor hen uitgeschreven. En natuurwetenschap kan ook, zoals ik zei, elke seconde anders zijn wat natuurwetten betreft en causaliteit. Zeker dat zie je bij alle auteurs, moslimauteurs, islamauteurs, uit wat wij de middeleeuwen noemen, die bij hen tot ongeveer 1800 heeft geduurd. Want dan zie je een ander merkwaardig fenomeen waar ik ook nogal veel nadruk op leg. Je ziet, vanaf het moment dat men met het Westen echt in aanraking komt, via Napoleon bijvoorbeeld, in Egypte, men ziet dat in heel dat Ottomaanse Rijk er telkens opnieuw mensen zijn die denken dat het Westen is sterker, want het Westen heeft wat men noemt bruggen en wegen, heeft locomotieven, heeft wapens. Hoe komt dat het Westen zo sterk is? En men stuurt vanuit Egypte, die autobiografieën van die studenten moet u bepaald lezen, dat deed men ook vanuit Japan trouwens, men stuurt die studenten naar Brussel bijvoorbeeld, dat zie je op de rol, zoals wij dat noemen in Vlaanderen, op de rol, zie je die namen. Men stuurt ze naar Berlijn en daar gaan die studenten heftig studeren om terug te komen in wat wij Turkije noemen nu, of in Egypte, om daar de zaken in handen te nemen. Maar, en dat is ook een van de hoofdthesen in al mijn boeken, men ziet altijd mensen die proberen de zaak te doorbreken, en zoals, om een ander voorbeeld te noemen, bij ons Karl Marx een bepaald systeem doorbrak. Zo doorbraken zij ook het systeem. Islam moet worden aangepast, is niet zo goed, dat Westen is eigenlijk beter, enzovoort. Maar men ziet ook altijd onmiddellijk, en dan bedoel ik na 10 jaar, na 20 jaar, na 30 jaar, ziet men een tegenbeweging. Ziet men altijd. En dan zie je hoe wat die mensen gestudeerd hebben, ofwel wordt tegengewerkt, ofwel dat die mensen zelf, Hassan al-Banna is daar een voorbeeld van, de moslimbroeders, hoe die mensen zelf op een of andere manier geconfronteerd met het Westen, dat zo materialistisch vinden, dat geen oplossing vinden, wat ik me wel kan voorstellen, daarom dat er ook zoveel jonge mensen moslim worden, omdat ze waarschijnlijk deze samenleving ook te materialistisch vinden. Ik zou er een hele uitleg over kunnen geven, ik vind dat vrij kort door de bocht. Maar men ziet dat die mensen zoals Hassan al-Banna
Of die mensen uit Turkije die studeren, komen terug en vinden dan soms gehoor, vaak ook niet, maar de beweging wordt altijd teruggedraaid. En door de geschiedenis heen van de islam ziet men altijd hetzelfde. Men ziet mensen die willen veranderen, die de reden, hè, zeg maar heel eenvoudig de reden of de rationaliteit verkiezen en de openbaring wel aanvaarden, maar de reden toch misschien belangrijker vinden of minstens zo interessant. Men ziet altijd dat die mensen in die samenlevingen kans krijgen en dat duurt een aantal jaren en dan zie je een tegenbeweging. Hè. Denk aan de Mutazilieten, dat begon al zeer vroeg, in de 8e eeuw enzovoort. Men ziet het nog altijd. En daarom is een van mijn punten, en ik heb al die modernisten binnen de islam gelezen, zoals Rashid Benzin en Malik Sebel en al dat soort mensen. Ik beweer dat wat zij willen, die hervorming van die islam, uit de aard van de zaak niet kan. Je kunt een kapitalisme wat veranderen, je kunt het communisme wat veranderen, maar je kunt geen systeem veranderen dat zo immens totalitair is, alle zaken regelt van een samenleving, een politieke orde oplegt, en die ook nog zegt wat je moet denken en alles staat vast. Dat kun je niet veranderen. En ik heb grote discussies gehad met een van de grote filosofen van ons, die u misschien kent, Etienne Vermeers, dat komt elke dag op radio en televisie, over die dingen. En hij was ervan overtuigd dat de islam kan worden gereformeerd. Hè. Er kan een soort reformatie binnen de islam gebeuren. Maar nu, ik heb met hem jarenlange discussies gehad daarover. En uiteindelijk heeft hij toegegeven, het staat ook op het voorblad van mijn boek, dat de islam in C eigenlijk niet reformeerbaar is. Wij kunnen vanuit ons conceptueel kader, christelijk, humanistisch enzovoort, eigenlijk niet begrijpen wat er gebeurt binnen dat heel andere systeem. Wij gaan er bijvoorbeeld vanuit, heel dom, dat is een monotheïsme, zoals christendom en jodendom, dat waren ook monotheïsmen, dus de islam is een monotheïsme, dus dat is ongeveer hetzelfde. Ik kan u zeggen, de islam is fundamenteel anders. Hè. Dus het zou moeten te ver voeren, in mijn boek heb ik dat uitgebreid behandeld. De islam is een totaal ander systeem. Zoals het nazisme ook een totaal ander systeem was, dat men ook niet begreep. En waar men ook eigenlijk dacht, we kunnen dat appeseren, we kunnen ermee praten, we kunnen, om het in de termen van vandaag te zeggen, een beetje anachronistisch, we kunnen het nazisme gematigd maken. Een gematigd nazisme, wat men daar ook onder zou begrijpen. Dus het probleem is bij ons, ons conceptueel kader staat ons niet toe om te denken, die islam is een totaal ander systeem, is een slecht systeem, een totalitair systeem, een systeem dat onderwerpt, hè, submission, denk aan de roman van Whitebeck. En wij zeggen dan, ja, maar er is dan islamisme. Dat is islamisme wat wij zien. Maar iedereen weet, die met de islam bekend is, en die er veel heeft over gelezen, die de Koran en de Hadith en de Sirahs en zo verder heeft gelezen, weet, dat is een vluchtweg. Hè. Het Westen zoekt een vluchtweg en zegt dan, dat is islamisme. En een van de grote Algerijnse auteurs van het moment, Bouhelem Sansal, heeft dus gezegd, ja, het islamisme is de Mohammedaan, want ik gebruik liever het Mohammedaan, zoals mijn vriend Frans Groenendijk, die hier aanwezig is en het beste boek over islamofobie heeft geschreven, tussen de haakjes. Ik zeg, of Bouhelem Sansal zegt, de islamist is de moslim die haast heeft. En ik denk dat dat eigenlijk een vrij literaire, concise omschrijving is van wat er gebeurt. Dus wij hebben de neiging, wij moeten dat binnen ons conceptueel kader integreren. En dus, wat doen wij? Wij wijzen naar de reformatie in de 16e eeuw. En wij denken, als wij dat en dat doen, dan zal die islam modereren. Maar dat kan natuurlijk ook nooit, omdat de Koran een heel andere statuur heeft dan bijvoorbeeld in het christendom de vier evangelies, in de apocryfe evangelies, heeft een andere statuur. Dus het onmiddellijke woord van God kun je dus niks aan veranderen. Wie dus iets wil veranderen aan dat systeem, en men doet dat wel in de middeleeuwen via de sharia-handboeken, dat is weer een heel ander verhaal. Maar wie het systeem zelf wil veranderen, komt altijd... Nog één minuutje. Komt altijd... En ik had hier voor 3 uur opgeschreven. Wie dat wil doen, komt altijd terecht bij de moslim next door, die wat fundamenteeler of fundamentalistischer is, en die zegt, wat jij doet, kan niet. En daar heeft hij gelijk. Dus wat men dan noemt met verkeerde termen, de radicalinski, of de extremist, of de fundamentalist, hè. Men heeft allerlei namen bedacht om het kind toch maar te kunnen benoemen vanuit ons westers conceptueel kader. Wel nu, die moslim die zegt, wij moeten dat veranderen, die kan onmiddellijk terechtgewezen worden door een ander moslim die zegt, dat kan niet. Want het staat in de Koran of dat en dat en dat.